FC Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Meer, administratiekantoor, administraties, jaarrekeningen, inkomstenbelasting, belastingadvies. Oké, nou vandaag dus een bijzondere dag. We gaan afscheid nemen van twee iconen van het FC Lisse. Het is de eerste keer in het bestaan van FC Lisse dat we niet afscheid nemen van mensen die uit dit dorp komen, maar van mensen die oorspronkelijk van buitenaf komen, maar intussen dus FC Lisse mensen zijn geworden. En Tom, vandaag een bijzondere dag, want je hebt met je twee broers gespeeld. Wanneer was dat de laatste keer? Ik denk dat het de eerste keer is. De eerste keer zelfs, ook niet vroeger op pleintjes en dergelijke? Ja, dat wel, maar echt op het veldveld de eerste keer. Ja. En hoe was het voor jou, Tom, met hun voetballen, met deze twee mensen? Ja, dat is wel bijzonder dat ze erbij zijn. Ja. Het resultaat is wat minder natuurlijk, 3-1 verliezen. Maar ja, het was hartstikke leuk dat mijn broers er waren. En, ook elke mate het kastrieken. Dus, mooie middag, absoluut. Ja, over Richard, jouw broer, ik wist niet dat jij een broer had die ook kon voetballen. Of? Hij kan rennen. Oké. Okay. Hij heeft er wel van genoten, neem ik aan. Waarom heet hij trouwens JP? Jean-Paul. Afkorting JP. Oké, okay, nou een heel bijzondere periode heb je hier achter de rug. Ja, je bent iets langer hier natuurlijk actief geweest. Als jij terugkijkt naar FC Lisse, hoe ga jij FC Lisse zien eigenlijk? Ik ben hier inderdaad acht jaar geleden binnengekomen naar betaald voetbal achtergrond. En dan stap je naar de amateurwereld binnen. En is me echt heel goed bevallen. Kijk, we hebben wel een mooie tijd gehad waarin we topklasse gehaald hebben. Daar hele mooie jaren hebben gehad. De prestatie is wel wat minder, maar altijd van een goede groep gehad en een mooie om hier te komen en te spelen. En dan is het de 8 jaar zomaar voorbij. En dan kijk ik met heel veel trots op terug. Maar ja, dat is mooi. Ja. En Richard, je bent hier komen aanwijzen. Aanvankelijk zou je alleen maar gaan meetrainen, toch, dacht ik? Ja, dat was het verhaal naar buiten, maar tussen Leon en Misha en mij was het verhaal dat ik sowieso zou blijven. En daar heb ik ook nooit spijt van. En je gaat dus ook trainer worden, ga je uiteindelijk Robert de Ruiter opvolgen als trainer van het eerste team? Dat is ook wel de bedoeling, ja, uiteindelijk. Ja, nog 2 jaar kan ik ook vertellen. Oké, nog 2 jaar te gaan. Nou, Robert, je weet waar je toe bent, want dit jaar ook al 15 verhalen, hoor. 5 voor de jeugd, dit bedoel. Maar goed, misschien wel leuk om even van je te spreken over elkaars kwaliteiten. Als jij Tom zo moet omschrijven, hoe omschrijf je dat, Lisa? Als ik er één woord zou moeten noemen, is het fantastisch. En als persoon en als mens. Ik denk dat heel veel mensen niet in de gaten hebben hoeveel Tom doet ook buiten het voetbal om voor de groep en voor Lisse. Ik heb ook heel veel contact met hem daarin gehad en ja, ik vind het wel echt een fantastisch mens. Hij noemt ons altijd wel een voetbalvriend, maar ik zie hem toch wel echt als een gewone vriend. Het zijn hele mooie woorden. Zelfs jij gaat een beetje boos, hè, Tom? Ja, dat is wel heel mooi. Ja. Als jij terugkijkt op Richard, hoe schrijf jij Richard? Blozen. Ja, Van Heulen ken ik al een tijdje. Goede voetballer, goed mens. Ook belangrijk voor een team. Is er altijd positief. Maar als het niet gaat met iemand, dan heb je aan Van Heulen wel een goede. Ja. En ja, binnenkort Tom, ga je op vakantie. Ik begrijp pas in augustus. Dat heb je nog nooit niet meegemaakt, hoor. Nee, dat is wel lekker. Ik heb nergens meer rekening mee gehouden. Dus eind augustus gaan we het wel rekenen zeggen. Ja. Nou, Richard gaat komend zo gewoon beginnen en die gaat natuurlijk ook weer werken aan de toekomst van FC Lisse. Ik bedank jullie namens FC Lisse van harte en ik wens jullie nog een hele fijne avond. Geniet ervan. Bedankt Richard. Zeker. Ja, het is belachelijk. Ja, Oké, Tommy, Richard. Oh, ik ben er.
is hij op. Wat is hij? Ik mag hier even. Het is nog 20 minuten. Als je nog een poging wil wagen, 20 minuten nog de poging. 1 cent per auto. En je aan de linkerkant, dan is de consumptie aan de rechterkant. Dan ga je voor het auto. Opa! FC Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Meer, administratiekantoor, administraties, jaarrekeningen, inkomstenbelasting, belastingadvies.